Alles nog steeds onder controle? Helemaal. Zo voelde het niet. Dat is jouw mening. Ik was niet in mijn eentje aan het zoenen. Ik denk dat ik maar eens ga. Was dit een gênante gebeurtenis? Nee. Wat was het dan? Maak het niet zo groot. Dag, Milan, tot gauw. Hey. Hey, mam ligt al op bed. En Robert en Jef zijn op Jef's werkkamer. Correctie, Jef is zojuist naar bed gegaan. Oh. Dag, Robert. Valerie. Vertel je Valerie eens even over jouw superpresentatie van vanmiddag. En was dat een superpresentatie van jou of van Jef? Van ons samen natuurlijk. Niet waar, was van jou, Robert. Jij zat toch in een creatieve dip? Ik kreeg op het juiste moment een goed idee. Zoals wel vaker gebeurt. Nee, ik presteer nu eenmaal het beste onder zware druk. Je hebt vanmiddag niet toevallig met je neus ergens ingezeten? Heerlijk, zoveel vertrouwen als jij weer in me hebt. Ja of nee? Ik ben jou geen verantwoording schuldig. Ja, dus. Je weet het altijd weer te verpesten. Neem nog een snuif, ben je zo weer vrolijk. Ik moet er weer vandoor. Ik moet morgen vroeg op. Dag. Dag. Ze zit nu vlak achter me. Ik moet nu ophangen, meneer Sanders. Brenda Hulsmeijer, het Spectrum. Fijn dat u zo snel kon komen. Gemma van Zandwijk, Veilinghuis Moreau. Wilt u iets drinken? Koffie graag. Ik zal maar meteen met de deur in huis vallen. Ik doe een onderzoek naar witwaspraktijk in de kunsthandel. En ik ben uw voornaamste verdachte. Oh, nee. Nee, integendeel, u heeft een vlekkeloze reputatie. Men zegt van u dat u intelligent bent, integer en gedisciplineerd. Dank u. Ik kan me niet voorstellen dat u het prettig vindt dat de kunsthandel misbruikt wordt voor witwaspraktijken. Nee, absoluut niet. Uit de officiële boekhouding van Moreau is gebleken dat er nooit iets onoorbaars gevonden is. Vanzelfsprekend. Vanzelfsprekend. Maar hij heeft natuurlijk de beschikking over een schaduwboekhouding. Die wil ik graag inzien. Ja, dat begrijp ik, maar dat is helaas onmogelijk. De naam zegt het al, schaduwboekhouding. Ik richt mijn pijlen vooralsnog op de heer Ludo Sanders. Hij heeft in het verleden zaken gedaan met Moreau. Dat klopt. Zijn reputatie is heel wat minder vlekkeloos dan de uwe. Ik wil hier liever niet bij betrokken zijn. Ludo Sanders is erg invloedrijk. Des te meer reden om zijn gang eens grondig na te gaan. Ik kan hier niet aan meewerken. Zoals u zelf al constateerde, ik heb een vlekkeloze reputatie en dat wil ik graag zo houden. Ik heb er geen enkel belang bij om uw naam te noemen. Maar als er vuile was is, komt hij hoe dan ook boven tafel. Want daar zorgt u voor. Daar kunt u op vertrouwen. Wat heeft u te verliezen? Het betreft zaken die ver voor uw aanstelling gebeurd zijn. En ik kan u verzekeren dat er een ruime schadeloosstelling tegenover staat. Op wat voor termijn wilt u iets hebben? Journalisten hebben altijd haast. Ik kan eventueel vanavond wel een en ander voor u regelen, als u dat wilt. Zullen we het financiële aspect dan ook meteen afhandelen? Dat kan helaas pas na publicatie. Lukt het? Ja hoor. Milan, wat ben jij vroeg? Jij ging toch stappen? Moet ik weer weg? Nee, maar Charlie is nog niet klaar. Ik had geen zin meer, maar ik kan zo weer gaan hoor. Nee. Hey. Natuurlijk niet. Kom binnen. Waarom had jij geen zin meer? Gewoon. Heeft het iets met Robert te maken? Is er iets met Robert? Charlie wilde jou verrassen, maar misschien moet je dat nu maar bij haar doen. Alsjeblieft. Heeft er een zoen van mij, ja? Hey. Was het niet leuk, Scala? Maar er was niemand die je kende. En Tracy en Morris dan? Ja, ik had Morris net aan de lijn. Die vertelde dat Tracy zich helemaal aan het volgieten was. Nee, ja, ik heb niet met ze gesproken.
Je had natuurlijk wel wat anders in je hoofd. Ja. Ja, nou, als je het niet leuk vindt om mij te zien, dan kun je ook weer naar huis gaan. Hoor. Het is geen verplichting. Als dat zo was, was ik niet gekomen. Hè? Nee, ik weet niet waarom, maar ze zit al een uur voor zich uit te staren. Kijk, ik dacht, misschien kun jij haar een beetje opbeuren. Ja, het is goed dat je hebt gebeld. Hey, misschien kunnen we zo nog wat gaan drinken. Hey. Joost, wat is er met jou aan de hand? Ik dacht dat je van heel veel drinken heel vrolijk werd, maar ik word alleen maar droeviger. Kom, ik breng je naar huis. Hey, ga maar zitten. Er is iets fantastisch gebeurd. Vandaar. Ik heb met Milan gezoend. Je hebt wat? Hoe kan je dat nou doen? Ik probeerde mezelf nog in bedwang te houden. Charlie is je vriendin. Wat moet ik nou doen? Nou, je excuses aanbieden lijkt me. Ze vermoord me. Ja. Ik hoop maar dat Milan zijn mond houdt. Waarom zou hij dat doen? Volgens mij vond hij het ook wel lekker. Wat? Als ik geweten had dat hij meteen op in zou gaan, dan had ik hem niet eens aangekeken. Oh, dus het is zijn schuld? Nee. Nee, ik zoende hem. En toen zoende hij mij. Maar toen ging hij weg. Hier, drink dit maar op. Hey, kan ik verder iets voor jullie doen? Nee, ik zou niet weten wat. Ik breng je zo naar huis. Ik zeg, als ik iemand voor je in elkaar moet slaan, dan... En wat is nou eigenlijk gebeurd? Ze heeft het eerste hoofdstuk over Charlie's boek in de bus laten liggen. Ja. Vreselijk. Zonde, hè? Ja. Zullen wij straks nog even wat gaan drinken als zij in bed ligt? Een andere keer, goed? Weet je wat pas echt erg is? Huh? Ja, nu ben ik pas echt verliefd. Dank je, Rosa. Kom je doen? Ochtendhumeurtje. Jammer, want van wat ik bij me heb, zal je ook niet bepaald vrolijk worden. Oh, laat me zaden. De brief van Frits van Houten, uiteraard. En bovendien de schaduwadministratie van Veilinghuis Moreau. Die je overigens verkregen hebt via mevrouw Gemma van Zandwijk. Ik mag de touwtjes graag zelf in de handen houden. Het komt er goed uit. Want jij mag kiezen wat ik met die papieren ga doen. Heel goed. Volgens mij komen we nu tot de kern van de zaak. Of ik geef je ze. Tegen een kleine vergoeding uiteraard. Nou, dat kun je vergeten. Of ik breng ze naar de politie. Oh, ik zou zeggen, doe ze de groeten. Doe jij dan de groeten aan mijn voormalige huisgenootjes? Oh. Nee, jij gaat je dagen natuurlijk slijten bij de mannen. Ik denk dat je best in de smaak zal vallen. 3 miljoen. Ludo. Denk nou na, dat geld krijg je niet als ik word opgesloten. Dus jij gaat me helemaal niet aangeven. Als jij op mijn geld blijft zitten, komen er hele slechte kanten in me naar boven. Ja, bluff is niet je sterkste kant. Dat hebben we dan gemeen. Je overschat jezelf schromelijk. Ik sta er beter voor dan jij. Ja? Nou, laat me eens even denken. Poging tot chantage. Met een strafblad zoals jij hebt, dat is toch gauw goed voor weer een paar jaar zitten. Wat zal je dochter daarvan vinden? Ik begrijp dat je het een en ander nog even wil laten bezinken. Ik zou daar niet te lang over doen. Je komt er wel uit, zeker? Beetje grieperig. Toch niet aan de kook gezeten? Nee, integendeel. Ik heb de laatste dagen juist keihard gewerkt. Ja, je presentatie ging goed, hoorde ik. Ja, ze hing aan mijn lippen. Mooi. Is er iets? Nee, wat zou er moeten zijn? Heb je Valérie gesproken? Ja, gisteren even net voorbij gaan. Hoezo? Niks. Maar wil je weten of ik Valérie gesproken? Nou ja, ik kwam er ook tegen en het gesprek ging nogal stroef. Het was nogal een domper na die presentatie.
kan trouwens ook wel een pijnstiller gebruiken. Ik heb echt een kater van hier tot Tokio. Kom je ook inschrijven? Nee, dat heb ik niet nodig. Jij ook niet, heb ik begrepen. Als jij zin hebt in een scharrel, ga je gewoon even naar de Scala, toch? Wat heeft Tracy precies verteld? Nou, wat denk je? Ik ben even weg. Je redt het wel even zonder me, toch? Dat was dus drie keer niks. We zijn meteen gaan slapen. Nou ja, hoe kan dat nou? Ja, dat is toch simpel. Hij wil me niet meer. Heeft Milan dat gezegd? Nee, natuurlijk niet. Dat durft hij weer niet. Mevrouw Fischer? Ja, nee, het is de wachtende mensen. Ja, nu even niet, alsjeblieft. Zie je wel, je hebt het eigenlijk ook veel te druk. Je durft me gewoon niet weg te sturen omdat ik het zielig voor me vind. Ach, helemaal niet. Ik ben gewoon eerlijk tegen je en dat is Milan ook. Niet waar. Ik weet zeker dat hij iets van mij achterhoudt. En ik durf te wedden dat het met deze stomme stoel te maken heeft. Je moet niet alles op jezelf betrekken of op die stomme stoel. Ik denk dat Milan op dit moment met iets heel anders in zijn hoofd zit. Met wat dan? Hij heeft problemen met zijn vader. Ik weet niet of ik je dit wel moet vertellen, maar... Robert heeft een drugsprobleem. Wat weet jij daarvan? Ja, alles. Nou ja, ik bedoel, als je net hebt gehoord dat je vader verslaafd is... dan zit je echt niet te wachten op een romantisch avondje. Ja, maar Robert is toch al lang weer van die drugs af? Klopt. Ik bedoel, hij doet heel erg zijn best. Maar het is nog maar de vraag of dat gaat lukken. En Milan maakt zich daar heel erg zorgen over. Waarom zegt hij dat er niet gewoon? Ja, leer mijn jongens kennen. Juist als ze een probleem hebben, dan houden ze hun mond. Ik had gewoon een biertje te veel op. En dan mag je doen wat je maar wilt. Oké, het was stom van me, maar het is toch geen ramp. Vond Charlie dat ook? Je hebt het haar niet verteld. Waarom niet? Het was toch geen ramp? Als het een paar maanden geleden was gebeurd, had ik het haar echt wel verteld. Voordat ze gehandicapt was, bedoel je? Wat maakt het nou uit? Alles. Alles is veranderd. Ik, zij, onze relatie. Hou je nog van haar? Vroeger, als ik haar zag, dan dacht ik altijd van... Wauw. Maar nu, als ik haar nu zie, dan denk ik alleen maar... Wat ben je zielig. Als er iets is wat Charlie niet wil, is het dat mensen haar zielig vinden. Ja, maar dat is ze dus wel. En ze voedt ze het zelf ook. Ze houdt zich alleen groot. Neem dat maar van mij aan. Net als jij, bedoel je? Het gaat me niet om dat ze in die klote rolstoel zit. Maar bij ons is het meteen zo... Als we ruzie hebben, dan draait het alleen maar om die rolstoel. Wel? Niet. Ik ga hem niet bellen. Ik ga hem wel bellen. Hallo? Met Tracy. Even over gisteravond. Ik zit er nogal mee. Ik niet. Oh. We hebben het er niet meer over en... En het gaat het beste als we elkaar niet meer zien. Misschien heb je wel gelijk, maar we kunnen elkaar... Mooi. Tracy? Was je niet een beetje erg bot tegen haar? Komt ze wel overheen, hoor. Ja, om haar nou zo af te zeiken. Hey. Hey. Mag ik erbij komen zitten? Nou, sorry, we zijn even in gesprek. Andere keer goed. Wat jij wil. Daar komt ze wel overheen. Nou, ik heb nog steeds geen antwoord gekregen op mijn vraag van gisteren. Kun je die dan nog even herhalen? Het is niet zo dat ik me feilloos al jouw opmerkingen en vragen kan herinneren. Nee, zeker niet nu je geheugen is aangetast door die rotzooi. Oh, ja. Nu herinner ik het me weer. Nee, ik heb niet gebruikt. Maak het niet erger dan het is, Robert. Het was heel belangrijk dat we die opdracht binnen zouden halen. Dus je hebt gebruikt? Klein snuifje in het belang van het bedrijf. Ja, je snuift jezelf kapot voor je werk. Ik ben al dagen clean. Ga me nou alsjeblieft niet verketteren voor een piepklein snuifje. Vanaf nu blijf ik er echt vanaf. Geloof je het zelf? Als je het niet gelooft, waarom ben je dan hier? Nou, de wereld is groter dan Robert Alberts. Ik ben hier voor Charlie en Milan. Hoe denk jij dat een jongen als Milan zijn vriendin kan steunen als zijn vader aan de drugs is? Je houdt je mond tegen hem, hè? Alsjeblieft. Waarom? Hoe eerder hij het weet, des te eerder hij jou laat vallen. Ja, ik kan niet zonder hem. Jij... Als hij me niet meer wil, dan... Jij hebt hem nodig, maar realiseer je dat hij vooral jou nodig heeft? Wie is hier nou de vader? Wanneer is het voor het laatst geweest dat jij een goed gesprek met hem hebt gehad? Zonder die drugs.
Ach, weet je, laat ook maar. Ik heb geen idee wat ik hier sta te doen. Wees eens een keer een vent, Robert. Een vader, nu het nog kan. Ik dacht dat wij uitgepraat waren. Ik was eigenlijk erg ontevreden over de afloop van ons vorige gesprek. Ik had je nog wat bedenktijd gegeven. Die had ik niet nodig. Nee. Dat dacht ik al. Daarom kom ik met een nieuw voorstel. En dat is? Jij gaat mij nu betalen. Je begint met te vervelen, Hafkamp. Dan verkoop ik het verhaal aan de krant. 5000 krijg je voor zo'n verhaal. Hooguit. Het is beter dan niks. Nou, weet je wat je doet? Ga maar naar de krant. Vertel ze maar dat ik Van Houten's geld afhandig heb gemaakt. Dat ik dat vervolgens op sluwe wijze witgewassen heb. En dat ik daar vervolgens mijn eigen bedrijf mee heb opgezet. Ik denk dat ze zeer onder de indruk zullen zijn. Ze zullen smullen. Justitie staat in no time op de stoep. Ja, ook bij jou. Voor een onkostenvergoeding van 5000 euro dacht het niet. Heb jij eigenlijk wel eens spijt van je daden? Ik bedoel, als je de kans zou krijgen, zou je Frits zijn geld dan opnieuw stelen? Natuurlijk. Waarom zou ik ergens spijt van krijgen als ik er toch niet voor gepakt word? Gefeliciteerd, Ludo. Het lijkt er zo waar op dat je gewonnen hebt. Maarten met Ludo. Ik wil dat je nog een paar dingen voor me uitzoekt. Beloof je dat je niks tegen Charlie zult zeggen? Beloof jij nu maar dat je met haar gaat praten. Doe je de groetjes voor mij? Ik wil graag afrekenen. Leuke meid, hè? Die Sjors? Ja. Ben je net zo leuk als Charlie? Leuker misschien zelfs wel. Wat wil je nou eigenlijk zeggen? Nou, als ik niet beter wist, zou ik denken dat jullie wat met elkaar hebben. Gelukkig weet je wel beter, hè? Hier, laat me zitten. Ik hoop niet dat je mijn zus bedriegt. Dat krijg je met mij te maken. Ik praat met Sjors. Mag dat niet of zo? Weet Charlie dat je hier bent? Nee, maar als je de behoefte voelt om het haar te vertellen, ga je gaan. Wat moet ik dan zeggen? Dat je op haar uitgekeken bent en dat je nu op Sjors geldt? Wat loop jij nou eigenlijk te zeiken? Wat is nou eigenlijk je probleem? Dat ik met Sjors praat? Of dat Sjors niet met jou wil praten? Kunt u misschien morgen terugbellen? Ja, mijn broer Jeff weet hier veel meer van dan ik. Prima. Dank u wel. Robert? Hey. Hoe gaat het met je? Prima, prima. Een beetje slecht geslapen. Oh, hoe komt dat? Geen flauw idee. Last van een slecht geweten misschien. Wat? Ik weet het. Je hoeft het voor mij niet meer verborgen te houden. Ik weet dat je coke snuift. Wat? Hoe? En ik weet ook waarom. Charlie, dat was niet mijn bedoeling. Ik werd gebeld in de auto en die klant zat zo in mijn nek. Ik probeerde mijn agenda te pakken. Ik wist niet eens dat ik je van de weg had gereden. Het spijt me zo. Mij ook. Je moet iets voor me doen. Wil je dat? Natuurlijk wil ik dat. Ik wil alles voor je doen. Zeg maar wat, als je me maar vergeeft. Strek je been eens. Wat? Strek je been eens en leg ze op je bureau. Strekken. Ja. Jeff. Nee, ik moest van boven komen. Tollebeek, wat is er met Tollebeek? Nee, tuurlijk ben ik dat niet vergeten. Ik zet die tekst zo op de e-mail. Ja. Oh, shit. Wat doe jij nou?
Die brief van Houten is juridisch niet zoveel waard. Ah. Maar die schaduwboekhouder? Ja? Er zal ongetwijfeld een vooronderzoek worden gestart. Dus die mevrouw van Zandwijk is eventueel een probleem. Staat ze open voor alternatieven? Dat denk ik wel, ja. Dankjewel, Maarten. Hou je van kunst? Ik ben geen kenner. Mm-hmm. Ik heb heimwee naar het oude geld, weet je dat? Dat was zo prachtig vormgegeven. Dit vind ik net Monopoly spelen. Geld is geld, hè? Je meent het. Ik koop er maar wat leuk voor. Dankjewel. Dat ik Van Houten's geld afhandig heb gemaakt. Dat ik dat vervolgens op sluwe wijze wit gewassen heb. En dat ik daar vervolgens mijn eigen bedrijf mee heb opgezet. Ik denk dat ze zeer onder de indruk zullen zijn. Waarom zou ik ergens spijt van krijgen als ik er toch niet voor gepakt word? Wat een heerlijk geluid. Milan denkt dat jij er vanaf bent. Dat ben ik ook. Het was het laatste. Ik wou het net weggooien. Tuurlijk, nadat je het eerst even leeggesnoven had. Maar als je eens wist hoe moeilijk het is om er vanaf te blijven. Daarom had je er ook nooit aan moeten beginnen. Je weet nota bene hoe het is om verslaafd te zijn. Hoe kun je toch zo stom zijn? Ik vond toevallig een pakje. En toen dacht je, laat ik het maar proberen, want ik wil die kick een keer meemaken. Ach, houd toch op! Ik zat in de problemen. Wat voor problemen? Wat voor problemen zijn dat dan? Kan ik je helpen? Charlie, het spijt me zo. Wat? Wat spijt je zo? Wat is er dan? Je kunt het mij toch wel vertellen? Maar, dus ik ga gewoon nog een keertje met haar praten. En al slaat ze mij de hersens in, dan gebeurt er tenminste iets. Weet je, iets. Ik weet het echt niet. Ik weet niet of dat goed is, Ray. Een gratis rondje voor alle niet-rokers. Zo, dan blijven jouw longetjes tenminste schoon, hè? Nee, Sil. Hey, doe mij maar een koffie. Koffie? Ik kom net van de dierentuin vandaan. Jullie merkt zo'n kleine toch helemaal niks van? Nee, maar ik wel. Lekker het zonnetje zitten, een beetje naar aapjes kijken. Ja, en de vrouwen naar jou. Je weet toch wat het doet bij sommige vrouwen, een man met een baby, hè? Wat dan? Nou, wat is hem? Nee, niks, joh.